Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 12 november om 10 voor 12. Wij zijn dus nu onderweg naar school. Hoi! Hey. Ja, we zijn nu dus onderweg naar school. Lekker! Hey, het gaat zonneschijn. Het regent en het zonnetje schijnt inderdaad. Lekker! Kijk, plezier gewenst. Een hele goede middag allemaal. Het is nu alweer 2:30 in de middag van 12 november 2018. Ja, kijk hier ook, vanaf 1910. Lezen. Ja, geleest? Wel waar. Wel. Echt wel zo. Morgen. Ja, en we zitten weer op de fiets. Dat is leuk. Ja, ik neem jullie er even gewoon gezellig mee. Over mijn herstel. Ja, welkom. Als je nog niet mijn andere delen hebt gekeken, zal ik eventjes het laten zien. Ja, dit was mijn laatste buikwandcorrectie dagboek deel. Ja. Het gaat nu over mijn herstel. Ja, zoals jullie zien lig ik nog steeds in de woonkamer. Ja. We zijn al een tijdje weer thuis. Ja, ik dan. Even kijken. Die en die gek daar ook hoor, deze gek. Ja. Maar het gaat nu om mij. Ja. Mijn litteken die herstelt goed. Vanaf deze week mag ik in huis minder met mijn buikband lopen. Ik heb deze buikband. Ja, die heb ik dus altijd om, ook als ik dus naar buiten ga. Ik probeer even wat te filmen van mijn litteken. Ja, ik kan me ook al een hoop cellen voor, dus het scheelt. Ja. Dus ja, het is wel weer fijn dat ik alweer een hoop zelf kan. Zo. Een hele goede middag allemaal. Het is nu alweer 3:55. En hij is er ook weer. Ja. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Druk. Ja, waarmee? Waarmee heb je het druk? Met van alles en nog wat. Is dat zo? Ja, het moet druk gedaan worden altijd. Moet gebeld worden, gemaild worden, gesproken worden. Ja. Ja. Dingen voorbereiden. Ja. Allemaal. Vertel, wat heb je gedaan en voor de bruiloft? Gebeld, gemaild, geappt. Lijst bijgewerkt, 2 lijsten. Ja, en de ceremonievrouw is dus nu ook wel lekker bezig, Jessica. Scheelt ook weer. Ja. Dankjewel, Jessica. Toppie. Ja, moet je wel even in beeld houden, dat is wel handig. Oh, toch wel. Ja, want ik kan zo wel zo gaan filmen, maar dan ben je er niet meer. Nee, ik ben een beetje onderuit, hoor. Nee, kijk, als ik zo ga filmen, dan film ik omhoog. Zo ben ik ook weer niet, hoor, zo lang. Nee. Oh, nou. Precies. Dus, ja. Ik ben school geweest, straks even boodschappen doen met jou, liefst. Ja. En dan wel even naar de zaak. Nog even. Lang. Even naar de zaak, dan rij je dan weer terug naar de zaak. Vergeet je niet om jouw kabels mee te nemen. Kabels. Kabel even op te laden. Ja, okay. Ja, oplaadkabel. Ook nog. Want even noteren op mijn onfeilbare notitieblokje. Ja, is goed. Dat is prima, joh. Dus dat en dat was jouw mededeling? Ja. Zo, maar, zo, goedemorgen. Nee, ja, nog verder. Ja, slim. Niet. Nou, dat was dus zijn mededeling en met mij gaat het gewoon steeds beter.
Ik mag steeds minder met mijn buikband om, alleen nog wel naar buiten. Maar binnen mag ik hem gewoon lekker af. Dus dat is nog even mijn. En mijn mindset hier ook van, oh ja, thuis, buikband af, yes! Alleen buiten nog niet, maar dat maakt niet uit. Nee, precies. Hij verlaat me. Waar doe je lampje dan? Hij verlaat mij. Verlaat mij? Nee, ik vervolg je juist. Hij verlaat me. Het is zo laat nog niet, hè? Zo laat is het niet, dus ik kan je ook niet verlaten. Kan je wel vervolgen. Wat heb je mee? Iets kouder. Dat is lekker. Weet ik niet. Ik zie het wel. Hij je nog een beetje en van deze ik zei de gek? Een beetje, niet een beetje. Niet een beetje. Nee, niet een beetje. Kus. Nou! Zit weer iets te gebruiken wat niet hoort? Nee. Oké. Nou. Ik heb gewoon een snoepje in mijn mond, hè? Oké. Nou, weg jij. Opfrouten. Move. Weg jij. Weg jij. Doei. Ik hou niet meer van je. Dag. En ik wil jullie wat moois laten zien. Buiten. Kijk eens hoe mooi. Goedemorgen allemaal. Het is nu bijna 10 uur. Op dinsdag 13 november. Mijn meisje ligt een beetje bij te komen. Even last. Andere dingen. Maar ik laat je vast vandaag kijkplezier. Een hele goede middag allemaal. Het is nu alweer 4:15. Zoals jullie zien ben ik nou met de hondjes aan het lopen. Ja. Ik heb me vandaag niet helemaal lekker gevoeld. Voel ik me nou ook nog steeds niet. Roos eventjes medicijn aan het halen. En voor de misselijkheid van mij. Dus ja, ook dat moet gebeuren. Want zoveel wordt er vandaag niet echt gevlogd. Nee. Maar wel even gevlogd. Ja. Dus, maar over het algemeen gaat het wel goed. Alleen deze afgelopen 2 nachten heb ik gewoon hele rare steken gehad in mijn onderbuik. Omdat dus mijn zenuwen aan het herstellen zijn. Aan elkaar naar het goede zijn. Ja, dame, meid, kom maar. Dus ja, dat doet even soms even auw vanzelf. Ja. Maar oké, ja. En wat doe je eraan? Ook 2 keer, 3 keer helemaal niks. Dus Ro is voorlopig ook de vlog even in elkaar aan het zetten. Dat kan ik wel. Maar ik heb daar even mijn energie even momenteel niet voor. Even alle energie voor mijn herstel doen. En dan komt het ook wel weer goed, toch? Ja. Hi. Ja, en jullie zullen wel denken, en wat doet zij nou dan? Ja, ik ga lekker Ro even naar zijn werk brengen. Ja, ook gezellig toch? Even je eigen mannetje naar het werk toe brengen. Ja, dat is ook leuk. Dus dat ga ik vandaag even doen. Ja. Vind ik wel even lekker om even toch even eruit te zijn. Dus ja. En ik weet niet wanneer ik weer ga vloggen. Ik zie wel. En anders is het weer morgen. Dus en dan plakken we deze er gewoon even aan vast. 1 keer of zo. Maakt ook niet uit. Nee. Voor 1 keer. Graag nu 2. Vloggen in 1. Misschien. Misschien ook niet. Ik weet het niet. Misschien dat jullie me daar nog even zien of zo, ik weet het ook niet. Ik ga misschien even gaan rondscharrelen of zo. Ja, of misschien dat ik vanavond Roderick ophaal kan ook nog. Dat jullie dat even zien, ik weet het nog niet. Nee.
Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag 14 november 2018. Het is nu 9 over 3. Ja, een beetje lekker laat, maar oké. Ik heb nou mijn buikband eigenlijk af vandaag trouwens. Ja. Kijk. Het is nog wel een beetje raar hier. Nou, weer een beetje doodgevoel. Dus ik doe wel weer zo meteen even mijn buikband om. Ik zit alweer een uur zonder buikband. En ik ga een broodje maken. Dat had Roal vanochtend voor mij gedaan. Maar ik ga nu ook weer even een broodje maken voor mezelf. Ja. Dat ga ik ook even doen. Ja, ik kan nog niet zo heel erg veel meer erover praten. Nee, dus dat gaan we ook maar niet doen. Nee. Mijn koelkast gaat een beetje leeg. Kijk, mijn koelkast gaat een beetje leeg. Een beetje erg leeg. Volgende week weer boodschappen doen. Ja. Wat ik ga eten weet ik nog niet. Even kijken wat ik ga eten. Ja, witballen. Lekker. Moet toch op. Ja, ik moet toch op. Oh, ik heb ook nog ergens anders zin in. Lekker. Ik moet toch lekker zelf maken. Ja. En een beetje vissticks. Ook lekker. En een beetje nog saus. Ook lekker. Heel verkeerd, ik weet het, maar ik ga het wel lekker doen. Ja. Ja. Roos alweer een tijdje thuis van zijn werk. Ja. We hebben even samen even de hondjes uitgelaten. Zijn we nog even goede tijden gekeken die ik op had genomen. Ja. Precies. En morgen is geen school, ook niet. Nee, het is kijk. Je ziet hem een beetje lopen. Het is donker. Boe. Hi. Boe. Hi. Maar wij gaan deze vlog afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer zal leuk wezen. En een reactie helemaal. Doei.